De Surinaamse Islamitische Vereniging SIV aan de Keizerstraat heeft vandaag in tegenstelling tot andere organisaties een sobere Eid al-Adha-feest gevierd. Sober vanwege de coronapandemie. Het Eid-gebed is volgens de COVID-regels gehouden en er is ook stilgestaan bij het offerfeest en de betekenis ervan. SIV-voorzitter Robert Bipat sprak de aanwezigen toe. U heeft het daarnet gehoord. We zijn onder bijzondere omstandigheden waarin wij nu op dit moment een van de twee Eids vieren. De vorige keer, Eid al-Fitr, dachten wij van dat was een uitzondering, dat wij niet met z'n allen hier zouden zijn. Helaas zijn we na om en bij 70 dagen weer hier en lijkt de situatie zelfs erger te zijn. Het is een uitdaging voor ons, vooral voor degenen die echt naar deze twee dagen uitkijken om de moskee te bezoeken. Het herinnert ons eigenlijk alleen maar aan dat die moskee er elke dag is. En als wij maar twee keer in het jaar die moskee bezoeken, dan zullen we dat als een heel groot gemis ervaren natuurlijk. De imam heeft het daarnet al gezegd. Probeer ook van elke plek waar u bent een masjid te maken. Voorganger Rafiq Munuzin deed de gebeden en citeerde vanuit de Koran. De voorganger zegt dat Eid al-Adha meer is dan een offerfeest. Mijn mensen, Hazrat, ik heb net een vers in het prille begin gereciteerd. En een heel bekende vers die ook deze Eid al-Adha dag vaker gebruikt wordt. Daarop gewezen wordt van, is Eid al-Adha werkelijk dat wat velen onder ons, in het bijzonder ook de moslimse gemeenschap, veelal denken dat Eid al-Adha dat is, een schaap of een koe of een kameel slachten en het vlees verdelen onder degenen die daartoe behoeftig zijn, dat is niet alles. Dat is maar een symbolische betekenis die aan deze bijzondere dag ligt. Maar ik ga u heel even in de geschiedenis meenemen waar Allah subhanahu wa ta'ala aan de profeet Ibrahim alayhis salam die openbaring heeft gegeven toen hij op heel hoge leeftijd, volgens de Bijbel in Genesis, was hij 99 jaar toen hij zijn zoon Ismaël de opdracht kreeg om te offeren. En in de tijd van hem waren mensenoffers een normale gewoonte. Dus ook Ibrahim alayhis salam op dat moment begreep waarschijnlijk, dat is mijn voorzichtige conclusie, dat hij werkelijk zijn zoon letterlijk moest gaan opofferen. Voorganger Rafiq Munuzin vandaag in de moskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging SIV aan de Keizerstraat. Deze organisatie heeft het Eid al-Adha-feest volgens de COVID-19-maatregelen gevierd.